Bij mij aangeschoven Lisbeth Neef en Karin Vos. Jullie zijn de initiatiefnemers van het Ambachtshuis Brabant. Nou, we hebben net met elkaar naar het filmpje gekeken. Een heel aardig stukje vakmanschap. Je ziet ook dat er heel veel geld mee gemoeid is. Hoe zou je nou die ambachtseconomie kunnen omschrijven? De ambachtseconomie is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van ons totale bedrijfsleven. Als je ziet wat erin omgaat, dat is 110 miljard op jaarbasis. Dat is toch een aardig bedrag. Dat is ongeveer 7% van onze totale omzet van het bedrijfsleven. En daarnaast werken er 1 miljoen, bijna 1 miljoen mensen in de ambachtseconomie. En dat is natuurlijk een fors percentage Nederlanders. Terug naar het ambachtshuis. Ambachtshuis Brabant, is dat een fysiek iets? Kunnen mensen zich daar aanmelden? Nee, het is geen fysiek huis. Het zijn eigenlijk locaties in Zuidoost-Brabant. Waar leermeesters zitten en bedrijven met vakmensen. Die hun kennis heel graag over willen dragen aan mensen die interesse hebben voor het vakmanschap. Kijk, we zijn zelf het initiatief begonnen omdat we zagen. Eigenlijk zijn er heel veel mensen die graag met hun handen willen werken in onze samenleving. Alleen onze focus is natuurlijk nu op dienstensector en high-tech voornamelijk. Terwijl de hele ambachtseconomie, ik heb net al even geschetst hoe groot eigenlijk die sector is, maar heel versnipperd is. Dat er heel veel mensen, jonge mensen, maar ook oudere mensen eigenlijk niet weten wat voor toegevoegde waarde het heeft. Wat voor kansen er zijn. En dat je daar ook in al die soorten ambachten echt goed je brood mee kunt verdienen. Zou je aan de hand van één voorbeeld kunnen schetsen hoe het dan werkt en welke dienst je dan levert? Ja, ik ken iemand die heeft zich al een aantal jaren terug ingeschreven bij het UWV. Hè, werkloos, richting bijstand. En bij het UWV heb je een bepaald profiel ingevoerd in het systeem. Ga je verder kijken met zo iemand, dan zie je dat hij in zijn vrije tijd dus een heleboel dingen doet. Wat je zou kunnen kwalificeren als ambachtelijk vakmanschap. Ja. En dat wordt natuurlijk helemaal niet eruit gelicht. Daar gaan we mee aan de slag. Kom jij ook onder andere dan uit het onderwijs? Moeten we daar ook niet naar gaan kijken? Dat is precies wat echt aandacht nodig heeft. Er zijn natuurlijk heel veel jongeren die heel graag met hun handen willen werken. Maar eigenlijk niet weten hoe rijk, hoe gevarieerd heel die ambachtseconomie in elkaar zit. Ja, als je daar echt jongeren in meeneemt en hun ouders en de studieadviseurs. Dan, die zullen echt met vol verwondering kijken wat er allemaal mogelijk is. En ik denk dat heel veel mensen zich daar thuis zullen voelen. Ook de jongeren, maar ook de ouderen. Waarom gaan jullie een succes worden en hoe gaat dat gebeuren? Nou, ik denk dat wij met name een succes gaan worden omdat wij het hele brede spectrum laten zien van het ambachtelijk vakmanschap. Wat gewoon niet altijd zichtbaar is. Dat wij het potentieel aan leermeesters, wat gigantisch is in onze regio, zichtbaar maken. Dus dat veel meer mensen de kans krijgen om ook daadwerkelijk iets met het ambachtelijk vakmanschap te doen. En dat ook eens een impuls gaat geven. Aan de hele economie verder ook in de regio. Dat we een aanvulling kunnen geven op de tekorten die er zijn. Hè, je bent eigenlijk een soort makelaar in kennis en kunde en het verbinden daarvan. Ja. Ja. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. En hoop dat jullie ontzettend veel mensen op het juiste spoor kunnen zetten. Ja. Gaat lukken. Dank je wel. Tot ziens.